Welkom bij de Courses van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Dit zijn onze sterren voor de Amstel Gold Race. De Amstel Gold Race is een beetje een onbekende en onbeminde koers bij ons Belgen, maar ten onrechte, want het is een koers van een paar fantastische exploten van Philippe Gilbert. En de zege van Mathieu van der Poel in 2019, die uit een verloren positie terugkwam, bezorgt ons nog steeds kippenvel. Vorig jaar leverde de Amstel een van de meest besproken finishfoto's uit de wielergeschiedenis op. Wout van Aert won de millimeterspurt voor Tom Pidcock. Je moet daar niet meer aan zo natuurlijk. Maar er sluit veel vooraan en valt stil. De grote drieën zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kans, man. Ewan van der Poel, Schachman, Alaphilippe, Greg van Avermaet. Een stuip zit erbij. Nu wordt het interessant. Een onderschatte koers en dan hebben wij een onderschatte wielerredacteur bij ons, Jan-Pieter de Vlieger. Oké, dankjewel. Ja, of niet dankjewel. Even duiden, we zitten hier net na de Scheldeprijs. Onze stukken zijn klaar, maar collega en debutant in de podcast, Stijn Joris, die komt straks aansluiten, want die is nog bezig. Hè? Inderdaad, ja, die had een dubbele opdracht vandaag. Die moest zowel de verslaggeving van de Scheldeprijs doen als de actua rond Wout van Aert en zijn eventueel wederoptreden opvolgen. Dus ja, Die had veel werk op de plank. Ja, inderdaad. Het combineren van jobs, het is ons niet vreemd, hè, Jan-Pieter? Nee, inderdaad. Maar goed, we zitten hier. Scheldeprijs, vreemde koers, hè? Geen spurt, maar wel een spurter die wint. Of een ex-spurter, wat moet ik zeggen, Christophe? Ja, ergens daartussenin, tussen spurter en ex-spurter. Wel een zeer verdiende overwinnaar, want iedereen was zichtbaar aan het einde van zijn latijn in de laatste kilometers. En zijn versnelling maakte hij direct verschil mee. Niemand was nog in staat om daar iets tegen te doen. Bora had vier renners vooraan, maar geen enkele van hen leek nog iets in de tank te hebben. Dus niks op af te dingen. Ja. En wat was jouw invalshoek voor vandaag, voor de stukken die morgen in de krant staan? Ik moest de situatie van Quickstep opvolgen, dus dat was geen vrolijke opdracht. Nee. Maar het was een beetje pijnlijk vandaag, want Quickstep wordt toch algemeen gezien als de ploeg die ongeëvenaard is in het waaierkoersen. En dat liep helemaal fout vandaag. Na 23 kilometer is er een waaier weggereden, ze hadden niemand mee. Wat dus eigenlijk niet kan. Ja. En dan slaan ze er ook niet in om die waaier nog terug te brengen. Dus dat was een dubbele afgang, is een slecht woord, maar misschien komt het wel in de buurt. Ja, goed dat er nog de Ronde van de Baskeland is. Ja, maar hebben ze ook niet gewonnen vandaag. Nee, vandaag net, niet. Net te kort tegen Bilbao. Ja, ja, ja. Ja kijk, het is huilen met de pet op daar. Ja, 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 inderdaad. Het is een beetje een samenvatting van het voorjaar, de Scheldeprijs voor mij. Nogthans hebben ze flink wat overwinningen al. Hè? Dat... Ja, ja, dat zeker wel, maar in het voorjaar lukt het gewoon niet. En vandaag heb je dan Intermarché die wel mee is en die de koers wint. Alpecin die met twee mee is. En onze gevestigde waarden, Quickstep en Lotto, die moeten achtervolgen, letterlijk. Ja. Dus ja, op de UCI-ranking zijn die verhoudingen ondertussen ook zo. Daar staat Alpecin is nu de eerste Belgische ploeg. Intermarché is daar op de tweede Belgische ploeg. En Quickstep en Lotto zijn 3 en 4. Dus het is wel een beetje symbolisch vandaag. Ja, oké. Goed, maar we gaan het over de Amstel hebben. En die van vorig jaar, die willen we nog eens terug horen, hè, hoe dat gegaan is met die krappe fotofinish. We gaan even luisteren. Het is opnieuw Van Aert versus Pidcock. Komt die kleine Pidcock weer? Gaat hij eroverheen? Of is het nu Van Aert? Gaat hij eroverheen? Het is Van Aert. Van Aert. Van Aert. Van Aert. Voor Matthews, die uiteindelijk de sprint van het peloton weet te winnen. Maar we denken Van Aert. Maar zonder enige garantie gegeven hier. Wat zeggen de mannen zelf? Er wordt niemand gefeliciteerd. Dus zelf... Als ik het zo zag, dan leek het me Van Aert, hoor. Van Aert praat. Van Aert praat en is een duim omhoog. En een duim omhoog zegt meestal genoeg. Laat maar zien. Dit is Van Aert. Dit is Van Aert. Het is duidelijk Van Aert. Ja. 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 Nou. Nee, niet joh. Jongens. Ja, Jan-Pieter, die fotofinish. Hè. We moesten wachten om duidelijkheid te hebben, maar ja. Jij beweert, hebben we eigenlijk al duidelijkheid vandaag? Naar mijn aanvoelen niet. Ik denk niet dat iemand met zekerheid kan zeggen wie dat die koers gewonnen heeft. En dus vorig jaar na de Amstel was dat mijn verhaal, het verhaal van de fotofinish. En dat was bijna
komisch, want ik ben eerst bij de UCI-jury geweest. Daar mochten ze niks zeggen. Ze verwezen allemaal naar de UCI-woordvoerder. En als je die aan de praat wil krijgen, dat is een proces van dagen. Dus dat was al geen optie. Dan bij Leo van Vliet, de wedstrijddirecteur, die wou ook niks zeggen, want die zei van ja, dat, wij besteden dat uit aan niet minder dan 3 verschillende firma's. Oei. Dus ja, dan uiteindelijk wilde één van die firma's mij toch te woord staan. Maar dat was een gesprek van 20 minuten en nadien snapte ik er nog minder van dan ervoor. Ja. Dat is een ongelooflijk technisch proces, een fotofinish. Ja. Het heeft te maken met frames per seconde. Ja, inderdaad, maar voor mij de bottom line was dat die camera niet juist opgesteld stond. De achtergrond was, als ik me goed herinner, groen. Ja. En de achtergrond van het reclamebord dat daar dwars op stond, was niet groen. Dus dat kon niet dat die camera juist opgesteld stond. Ja. Goed, en ja, wat hebben ze dan gedaan? Strootje getrokken of zo? Geen flauw idee. Maar we zullen het niet. Kop of munt. Je zou het bijna vrezen, maar ja, ik denk niet dat we, daar ooit het fijne van gaan weten. Ja, oké. Okay. Ja, hopen dat het minder krap wordt dit jaar, denk ik. De Amstel. Ben jij liefhebber van die koers? Want het is zo wat een vreemde koers. Ik ben ze wel gaan appreciëren de laatste jaren, moet ik zeggen. Onder andere die editie met Mathieu van der Poel. Dat vond ik echt fantastisch. Die spanning, parcours is ook een paar keer veranderd. Maar ja, dat heeft er wel veel mee te maken. Hoe zit die koers? Want je hebt mensen die toch wat minder vinden. Was dat de anticlimax na het opwindende kassei, na de opwindende kasseiwedstrijden. Had je dan Amstel en de Waalse Pijl. Dat waren zo zeer geformateerde koersen. In de Amstel was dat wachten tot de laatste keer Kouwberg. En in de Waalse Pijl wachten tot de laatste keer Muren van Hoei. En dat was jaar na jaar zo. Maar Leo van Vliet heeft dan in 2017 die laatste keer Kouwberg geschrapt. Mm-hmm. Dat parcours, waardoor dat de parcours enorm hertekend was. En dat werkte meteen. Ja. Die koers was plots veel, veel leuker om naar te kijken. En begon ook veel, veel vroeger. Ja. Ja, nu heb je inderdaad een beetje een spel van mensen die wegspringen op die heuvels in die laatste ronde en dan nog mogelijkheden voor groepjes om terug te keren enzovoort. Het is ook een heel zware koers, 33 beklimmingen, dus iedereen zit dan al een beetje kapot. Ja, en dan kan er van alles gebeuren. Hè. En dat is de spanningsboog waarop ze nu spelen, laatste jaren wel met succes. Hoewel, 2019 hadden we die editie met Mathieu van der Poel, 2020 geen koers geweest. Mm-hmm. 2021 was het dan op een gesloten circuit, dus het is een beetje afwachten of die lijn doortrekken van de spanning. Ja, ja, inderdaad. En Mathieu van der Poel is de uitzondering, maar ik vind niet dat Vlaamse renners daar vaak winnen. Volgens mij, als je de erelijst bekijkt, zal niemand van die winnaars, Mathieu van der Poel de uitzondering, maar ja, dat is een soort homo universalis natuurlijk. Niemand zal dat profiel hebben van typische Vlaamse renner. Dus het is wel een race die zich onderscheidt van het voorjaar en die voor mij goed werkt als een soort overgang tussen de twee. Ja, ik ken een Vlaamse renner, ook een homo universalis, die inderdaad Daar wel zou kunnen winnen, maar hij start niet. Hè? Inderdaad, hij start niet, nee. Ja. Ondertussen is Stijn erbij gekomen. Hij staat er buiten iemand in een bloembak te plassen naast ons. De Scheldeprijs. Ja. Het leven zoals het is. Dag Stijn. Hallo Michael. Debuut in de podcast. Ja, klopt. Ja, zenuwachtig of? Het is toch een stukje buiten mijn comfortzone. Ja, oké, maar het gaat goed lopen. Zeg, en jij hebt vanmorgen al een bijdrage geleverd voor de podcast. Ik vroeg jou van, wil je eens horen bij een aantal renners hoe dat zit met die nieuwe datum van de Amstel? Want Parijs-Roubaix is een week uitgesteld wegens de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. En dus valt de Amstel voor Parijs-Roubaix. En Zdenek Štybar die was daar niet ongelukkig mee. We gaan even luisteren. We gaan het even over Roubaix hebben. En vooral het feit dat de Amstel daar nu tussen komt. Wat verandert dat in de aanpak? Voor de moment voor ons komt dat denk ik goed uit. Want iedereen denk ik is aan komen in de goede conditie. Voor ons is dat heel goed nieuws voor het moment. Maar voor de seizoen, ik was toch een beetje bang van, want het is toch een week later Roubaix. Dus soms is het al moeilijk om de conditie te houden van ronde naar Roubaix. Nu dat was nog 2 weken dat volhouden. Maar nu komt dat goed uit. Jullie kunnen nog een week extra ritme doen, conditie aanscherpen of hoe zie je dat? We zijn bijna allemaal ziek geweest, hè. Iedereen weet het. Dus ik denk elke koersdag extra is goed voor ons. En
elke trainingdag is goed voor ons. Dus ja, ik denk echt dat het zal goed komen. Allee, wij geloven daarin. En wat is dan het beste trainen of koersen? Ik denk dat is heel individueel, want ook afhankelijk waar de conditie is. Voor mij, ik ben wel bijvoorbeeld blij dat ik mag hier starten. Oké, we hadden ook niet genoeg carrières, dus ik kan starten, dus ik moet dat sowieso doen. Maar ik ben wel blij, want ik voel dat ik heb gewoon nog zo de extra prikkels nodig voor echt in de topvorm te komen. Ja, Stijn, inderdaad, ja, voor Stibar en voor Quickstep Alpha Vinyl, die misschien nog wat moeten groeien richting Parijs-Roubaix, komt die extra week of die 2 weken dan daartussen wel gelegen, hè, blijkbaar. Ja, zoals Stibar ook zei, voor hen is het niet ongelegen dat ze nog een beetje aan hun vorm kunnen schaven, al dan niet door te koersen zoals vandaag hij gedaan heeft in de Scheldeprijs, maar ook door extra trainingen te lassen. En ja, we hebben allemaal gezien dat er weinig renners bij Quickstep momenteel een beste niveau halen, dus elk procentje richting Roubaix kan daar nog bij helpen, denk ik. Ja, er zullen natuurlijk ook heel wat klimmerstypes die nu in de Ronde van een Baskeland zitten, niet starten. Ik sprak met Jean-Pierre Hendricks, ploegleider van Bora Hansgrohe, en hij zei van ja, Vlasov is bij ons in bloedvorm. Die zit in Baskeland, normaal gezien zou die starten in de Amstel, nu niet. Dus al die renners gaan er niet bij zijn, hè? Nee, dat klopt. Ja. Normaal is Baskeland zo de voorbereiding op al de Ardennen-klassiekers. Nu zit je met overlap. Ja, want de Baskeland stopt op zaterdag, Amstel is op zondag. Dus ja, het is praktisch onmogelijk eigenlijk om... Nee, dat is niet haalbaar. Ik kan me niet voorstellen dat er 1 renner zal dubbelen. Ja, privéjet of zo, ik weet niet. Ja. Maar ja, dat devalueert ook wel een aantal selecties. Bij Quickstep geen Alaphilippe, dat is nu wel het meest uitgesproken... voorbeeld. Ja, nog namen? Ja, naast Alaphilippe zie ik dat ook Roglic in het Baskeland zit. Godu, Adam Yates. Is misschien ook nog iemand die normaal gezien wel in de Amstel zou starten. Ja. Michael Woods. Ja. Ja, en Jean-Pierre Hendricks zei ook dat het voor de ploegen een moeilijke puzzel is om te leggen. Die koersen, dus plots allemaal, loopt allemaal door elkaar. En renners die eigenlijk... Normaal vloeit het in elkaar over en stoppen ze dan. De kasseirenners na Parijs-Roubaix. Maar nu loopt het door, hè. Ja, ik denk dat dat voor Quickstep, om dan terug te keren naar de Scheldeprijs, dat dat voor hen wel een heel moeilijke afweging geweest is. Want ja, Roubaix komt een week later. Dus ze wilden aan die typische Roubaix-renners, zoals Tim de Klerk of Yves Lampaert, nog wat competitie geven, omdat die ook allemaal uit ziekte terugkomen en weinig koerskilometers in de benen hebben. Dus hebben die hen opgesteld in Circuit de Sarthe. Maar ja, dan zie je dat ze vandaag in die selectie niet echt... dat de spoeling dun wordt in hun selectie. Dus het is echt heel moeilijk, denk ik, voor ploegen om dat juist te hebben helemaal. Ja, ik denk Mathieu van der Poel, dat wordt toch de man om te kloppen, hè? Dat is inderdaad ook een gevolg van het gehavende deelnemersveld. Dat Mathieu van der Poel alleen maar met meer stip als de grote favoriet naar voren geschoven zal worden. Of hij dat graag zal hebben, dat zullen we misschien niet kunnen zeggen nu, maar... Ik denk wel dat hij opnieuw absoluut de vooruitgeschoven man zal zijn. Jan-Pieter, ja. Kun je de winnaar al opschrijven of is het niet zo eenvoudig? Het is nooit zo eenvoudig, maar is al inderdaad wel als grote favoriet vertrekken. Ja. Het viel mij op deze week. Vroeger was er altijd een soort mystiek rond Mathieu van der Poel. Dat was een renner die niet op Strava zat. Waar dat je ook niet veel... De ploeg liet niet graag onder de motorkap kijken. Zo, deze week kon het niet op. Dat was Christophe de Kegel, de performance manager van de ploeg. Die tweette er maar op los, wattages. We mochten het allemaal weten. Ja. En daaruit bleek dat er was een vergelijking tussen zijn overwinning in Strade Bianchi van vorig jaar en zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen nu. En dat werd voor zijn topwattage op 5 seconden tot, ik denk dat het zelfs tot een uur ging, zijn beste wattage over een uur. Dat werd voor die twee koersen tegen elkaar afgezet. En al zijn waarden waren beter dit jaar dan vorig jaar. Dus we vroegen ons allemaal af, gaat hij zijn beste niveau halen? Hij haalt een beter niveau dan vorig jaar op dit moment. Met 8 koersdagen in de benen. Hij heeft dit jaar de Amstel wordt zijn 4e eendagswedstrijd. En in de 3 vorige heeft hij er 2 gewonnen. En eentje in Milaan-Sanremo op het podium gestaan. Dus het ziet er niet slecht uit. We hadden ook deze week met Eddy Merckx eens gekeken. Wie is nu de beste eendagsrenner? En daar kwam Mathieu ook al naar voren. Als iemand die bijna 1 op 4 eendagswedstrijden van World Tour niveau echt wist te winnen.
Wat op zich al bijzonder straf is, dus het maakt alleen nog maar straffer voor zondag ook. Niet alleen de cijfers onder de motorkap imponeren, maar ook die dat we zelf kunnen opzoeken. Ja, inderdaad. Maar ja, ongeveer alles wat Mathieu van der Poel doet is impressionant. Ja. Dus. En Jan-Pieter, waarom die openheid plots? Waarom die glasnost plots bij Alpecin-Phoenix en Mathieu van der Poel? Is dat om de concurrentie een beetje... Nee, ik denk dat ze dat een beetje vervelend vonden, dat hij die naam begon te krijgen van iemand die zich zo in het verborgene bijna ging voorbereiden. Dat is natuurlijk door omstandigheden, omdat hij altijd noodgedwongen bijna via training naar wedstrijden moest gaan. En dan dacht de ploeg, we gaan dat compenseren door via Strava toch een beetje inkijk te geven in wat dat we doen en toch openheid te geven, zodat we niet vanuit het niets plots op die wedstrijd verschijnen. Ja. En ja, blijkbaar slaat dat aan en vindt Mathieu van der Poel dat zelf ook leuk. Kijken al uit naar de wattages van de Amstel Gold Race. Ja, inderdaad. Maar na de Ronde van Vlaanderen, ja, dat is logisch. Ik denk dat hij automatisch oplaadt, die file, maar die stond er bijna onmiddellijk op. Ja, oké. Okay. Ja, ik sprak Christophe Roodhoofd aan de bussen en ja, ik vroeg hem naar Mathieu van der Poel. Hij gaf niet zoveel prijzen van onder de motorkap, maar hij zei wel dat dat echt wel een heel zware wedstrijd geweest was, de ronde voor Mathieu, en dat hij toch wel behoorlijk moest recupereren. Ik vroeg hem een beetje van, ja, wat gaat hij deze week nog doen, maar ik denk toch vooral in teken van recuperatie eigenlijk. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie. Zeg, en dan is er een Belg, ik denk een gauwgenoot van jou, hè, die beste man was in Ronde van Vlaanderen, toch althans qua resultaten. Verwachten we die ook in de Amstel? En over wie gaat het? Ja, dan hebben we het over Dylan Teuns, denk ik. Iemand die eigenlijk zondag pas in de ronde aan zijn voorjaar begonnen is. En misschien achter de kopgroep wel een van de sterkste mannen in koers was. José de Kouwer vond dat niet. Die zei, als je op de Koppenberg als Belg niet juist gepositioneerd zit, dan ben je niet sterk genoeg. Ja, het zal nog een beetje kijken zijn, want zondag kan natuurlijk... meestal als hij wint, komt hij alleen aan. Dat zie ik nu wel niet snel gebeuren zondag. In een groepje heeft hij dan weer minder kansen, maar een ereplaats moet denk ik wel binnen zijn mogelijkheden liggen. Maar Dylan Teuns is een beetje een rare renner. Hè? Je vergeet hem iedere keer. Hij belandt in de vergetelheid en dan plots staat hij daar met een sprekende overwinning. Twee toeritten gewonnen en niet de minste. Onder andere La Planche de Belleville. Ja, inderdaad. Het is iemand die je makkelijk uit het oog verliest en die een beetje onder de radar passeert. Maar ook wel op dat per overwinning dat er ook een lange periode is over het algemeen waarin dat hij geen resultaten haalt. Dus het ligt niet alleen aan ons. Maar ik denk niet dat hij binnen Bahrein de uitgesproken kopman gaat zijn. Voor mij is Moritz de man die de beste papieren heeft voor de Amstel. Oh ja. Het is een rare koers in de Amstel, Stijn, op dat vlak. Ben jij fan? Niet noodzakelijk. Ik kijk al iets meer uit naar Parijs-Roubaix. Dat is eerlijk toegeven. Amstel Gold Race liever heeft ons in 2019 met Mathieu van der Poel natuurlijk wel een van de meest hectische en fantastische finales ooit opgeleverd. Dus we zullen zien wat nu zondag brengt. Hè. Vroeger was het een beetje het clubkampioenschap voor de parcourswijziging, clubkampioenschap van Rabobank, hè? Zo werd dat gezegd. Ja, was het. Ja, die stonden daar toch altijd. Ja. Maar het is een zware koers. Hè? We hebben dus de hoogtemeters opgezocht. En het is toch wel iets zwaarder dan de Ronde van Vlaanderen, hè, op dat vlak. Ja, we hebben gekeken en de Ronde had zondag een kleine 2300 hoogtemeters. En de Amstel heeft er doorgaans 3500 ongeveer. Dus het is nog iets pittiger, de hellingen volgen elkaar iets sneller op en waar de ronde iets meer een koers is waar het in de finale losgaat, zit je bij de Amstel al heel vroeg met die eerste hellingen die op het einde van de rit natuurlijk nog iets meer doorwegen en nog meer pijn gaan doen. Een koers die pijn doet, Jan-Pieter? Ja, ik ben zelf geen amateurwielrenner, maar ik heb vrienden die zo alle voorjaarsklassiekers ook rijden en die zeggen allemaal de Amstel dat de zwaarste is van allemaal. Ja, kijk eens aan. Ik kan het wel geloven. Sterke renner die gaat winnen dus. Ja, een sterke renner die niet aan de start staat is Wout van Aert. Stijn, ja, jij had vandaag nieuws te melden over Wout. Dat is ook de reden waarom jij langer in de perszaal zat te tikken. Wat is het nieuws? Wij gaan hem niet in de Amstel zien, dacht ik. Nee, de ploeg heeft vanmiddag al officiële selectie bekendgemaakt. En daar zit Wout, zoals wel verwacht was, niet in. We hebben dan eens nagegaan of er een update was over zijn situatie. En dan hebben we via de ploeg vernomen dat hij
dinsdag volledig medisch gescreend is. Mm-hmm. En dat alle lichten daar op groen gezet werden. En dat hij dus terug mag trainen. Hij zal dus vandaag misschien al op de fiets gezeten hebben, dat weten we niet. Of morgen voor het eerst. Ja. Wat dan nu de gevolgen van zijn, zal nog moeten blijken. Ik heb het gevoel dat de ploeg wel nog hoopt dat hij Parijs-Roubaix haalt. En dat zal er nu van af gaan hangen hoe hij die trainingen verteert en welk niveau hij daarin gaat halen. Als hij terug dicht in de buurt van de benen waarmee hij E3 won komt, dan is de kans niet onmogelijk dat hij toch in Parijs-Roubaix aan de start zal staan. Is dat verstandig? Want ja, er zijn virologen met de naam Mark van Rans die dat niet vinden. Die vond dat zeker niet. Ja. Nee, maar Stijn, je hebt ook met dokters gebeld daarover. Ik denk dat Stijn dat beter kan vertellen. Ja, dat klopt. Ik heb een paar sportartsen gebeld. Onder meer Johan Bellemans. Die vertellen mij dat dat niet risicoloos is, maar ook niet onredelijk om te mikken op Roubaix. Hij stelde bijvoorbeeld dat hij ervan uitging dat die testen nog niet aan een maximale hartslag gedaan werden. En dat dat toch even afwachten nog zou zijn hoe hij daarop reageert. En of er dan cardiale afwijkingen zouden zijn, zoals dat heet. Ja. Dat de ploeg daar toch nog voorzichtig mee zou moeten zijn, volgens hem. En dat moet opvolgen. Maar daar gaan we uiteraard van uit dat ze dat bij Jumbo-Visma als professioneel ploeg zeker gaan doen. Goed, tijd voor onze sterren. Ja, Stijn, het wordt een heel moeilijke, onvoorspelbare Amstel, zeker door het deelnemersveld. En dan ook nog eens door het feit dat we niet zeker zijn wie er allemaal aan de start gaat komen. Hè. We beginnen met 5 sterren. Ik neem aan dat dat nog te doen is. Dat is vrij evident. Hè. Mathieu van der Poel. Ik denk dat we hem deze keer zelfs 6 of 7 sterren hadden kunnen geven. Ja. In onze hoofden steekt hij er zo ver bovenuit zondag. Dat we er echt wel van uitgaan dat hij een heel grote kans maakt om voor de tweede keer de gold race te winnen. Ja. Als ze niet ziek wordt. Ja, daar moeten we inderdaad. Die slag moeten we van tegenwoordig altijd om de arm houden. Hè. Ja. 4 sterren, is dat nog te doen? Wij denken daarbij aan Pidcock. Uiteraard omdat hij vorig jaar net niet gewonnen heeft. Of misschien wel toch gewonnen heeft. Zullen we het vandaag nog altijd niet kunnen zeggen, denk ik. En daarnaast ook omdat hij over een heel, heel sterk blok, ik denk het sterkste blok dat er zondag aan de start komt, kan beschikken met naam als Luke Rowe. Ex-winnaar Kwiatkowski, Narvaez, Hayter, Turner en Van Baarle. Het zijn eigenlijk allemaal jongens die wel aanspraak kunnen maken op 1 of meerdere sterren, denk ik. Mm-hmm. En de andere renner met 4 sterren denken wij voorlopig nog aan Valverde. Hij zal voor de 15e keer aan de start staan in de Amstel als hij komt. En daar knelt het schoentje. Hij heeft niet meer gekoerst sinds eind maart. En het is nog maar de vraag of hij effectief naar Nederland zal afzakken dit weekend. Dus toch nog een beetje bekijken of hij start en in welke gesteldheid. Voorlopig hebben we daar nog geen nieuws over. Dat zal dus de komende dagen, tegen dat we onze definitieve versie van de sterren in de krant hebben, uitgeklaard zijn. Ja, ja, dan komen we bij het pak, het peloton. En dan wordt het denk ik moeilijk. Hè. 3 sterren, 2 sterren, wie komt daar allemaal voor in aanmerking? Ja, er komt een hele hoop renners voor in aanmerking, omdat het inderdaad een deelnemersveld is dat dan niet de absolute mannen die hebt die je daar verwacht van zondag in de Amstel. We denken daarbij voorlopig nog aan Valentin Madouas. Redelijk goed in vorm. Zondag nog op podium in de Ronde van Vlaanderen. Hij had ook sterke uitslag in E3 en dwars door Vlaanderen. En hij was in 2019 de editie die Van der Poel won op 23-jarige leeftijd ook al als 8e. Dus qua parcourskennis is het hier zeker goed. En qua vorm duidelijk ook. Dus dat zijn 2 factoren die serieus in zijn voordeel spreken. Daarnaast zien we misschien nog Matthews. Die ook een mooie lijstje aan uitslagen bij elkaar fietst. Hij is er altijd dichtbij. En op zijn uitslagen afgaand zou je denken van hij kan eigenlijk winnen. Maar alleen laat hij dan meestal na in de grote wedstrijden om het dan ook echt af te maken. Wie weet is het zondag toch eens aan hem. Ja, want 4e geworden in Milaan-Sanremo, 11e in de Ronde van Vlaanderen. Op zijn kousenvoeten toch wel mooie ereplaatsen. En dit seizoen 1 overwinning geboekt in de Ronde van Catalonië, de eerste rit. Dat is niet verkeerd, maar we moeten nog afwachten wat zondag gaat geven en of hij echt gaat meedoen voor de winst. Daarnaast is het ook wel uitkijken wat Jumbo-Visma zonder Wout van Aert gaat doen. Ik
denk dat misschien wel Laporte de meest aangewezen man is opnieuw. Ja, die zou misschien wel 3 sterren kunnen krijgen. Ja, alleen heeft hij de Amstel nog nooit gereden volgens mijn cijfers en statistieken hier. Ja. Dus dat is een beetje afwachten. Maar natuurlijk iemand die ook snel is aan de meet, dat zal in deze wedstrijd ook wel best een voordeel kunnen zijn. Daarnaast hebben ze ook nog Thijs Benoot. Hij rijdt zijn 5e Amstel. Zijn beste resultaat was 2 keer een 15e plek. Ik denk dat ze hem nu iets hoger verwachten bij Jumbo-Visma. En Tom Dumoulin, die zaterdag 6e werd in de Volta Classic en geleidelijk aan zijn niveau weer aan het opkrikken is, met in het achterhoofd nog altijd de Giro, denk ik. Alleen heeft hij de Amstel al niet meer gereden sinds 2016. En zijn beste resultaat is zijn 20e plek. Dus ja. Het lijkt niet echt de koers die op zijn lijf geschreven is. Maar mm-hmm. Mag ons natuurlijk altijd het tegendeel bewijzen. Voilà, zondag. Bij deze, als hij luistert. Vorig jaar stond hij in een lederen jas, hè, aan de zijlijn nog. Hè, toen tijdens zijn pauzes, denk ik. Ja, zijn break, hè, toen hij er even uitgegaan is. Nu in een koers tenue. Ja, zijn er dan nog echt outsiders? Dan denken we vooral 2 of 1 ster. Ja, er zijn altijd nog wel wat figuren in de marge die zeker de finale kan kleuren, maar of ze er in de laatste rechte lijn nog bij gaan zijn, is dan weer een andere vraag. En daarbij denken voorlopig aan jongens als Dylan Teuns, Tim Wellens of Mark Hirschi. Goed, Jean-Pierre Hendricks van de morgen aan de bussen zei, het zou wel eens een rare winnaar kunnen zijn. Dus bij deze zijn jullie vrijgepleit als het een winnaar wordt die niet in de sterren staat. Maar goed, nog een beetje werk tot zaterdag in de krant als de definitieve sterren er staan. In elk geval bedankt, Stijn, om deze oefening nu al te maken in deze zeer moeilijke tijden. Geen probleem, graag gedaan. Ja. Goed, beste luisteraars, deze sterren van de Amstel Gold Race zit erop. Naast Stijn Joris bedank ik Jan-Pieter de Vlieger en uiteraard zijn voetbalploeg om te wachten op de truitjes. Onze trouwe partner Skoda, het Nieuwsblad, de krant van de koers. En vooral jullie beste luisteraars, voor wie we het allemaal doen. Maandagochtend zijn we er weer vanuit Nederland, vanuit de perszaal van de Amstel Gold Race. Tot dan. Je moet daar niet meer aan zo natuurlijk. Maar er sluit veel voor aan, het valt stil. De grote dieren zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kans, man. Juwen van der Poel, Schachman. Alain Philippe, Greg van Avermaet. En Stuyven zitten...